Breda Nu. Je weet het meteen. Zwemschool Breda heeft een landelijke prijs gewonnen. Die is toegekend door de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De zogenaamde Autismevriendelijkheidsprijs. Deze prijs wordt uitgereikt vanwege de specifieke aanpak van Zwemschool Breda. Nou ja, kijk, het geheim is eigenlijk praten. Vooral veel praten. Nou, dat kunnen we alle twee heel goed. Dus praten met ouders, praten met kinderen, de tijd nemen voor kinderen. En ik denk dat het ook wel gewoon een passie is. Mijn zoon heeft gelest bij een andere zwemschool hier in de omgeving. En na een jaar lessen, het schoot niet op, het duurde lang. Er was veel kabaal in die zwemschool. Weinig persoonlijke aandacht, grote groepen. Heb ik de switch gemaakt naar deze zwemschool, Zwemschool Breda. Fantastische zwemschool. En hier waren kleine groepen, veel persoonlijke aandacht en weinig lawaai. Dus alles gebeurt met gebarentaal en veel persoonlijke aandacht. Het zwementhousiasme wat mijn zoon kwijt was, heeft hij binnen no time weer teruggekregen. En binnen een half jaar had hij zowel zijn A als zijn B-diploma. Dankzij de persoonlijke aandacht die gegeven wordt hier. Kan jij vertellen waar welke locaties jullie zoal actief zijn met deze zwemles? Ja, momenteel lessen wij op Revalidatiecentrum Revant. Dat is eigenlijk onze hoofdlocatie. Daarnaast hebben wij nu ook een bad gevonden van Visio Onderwijs in Breda aan de Galdersweg. Ook daar kunnen wij het water overhuren. Maar wij zijn eigenlijk altijd wel echt op zoek naar nog meer water, nog meer plekken. Dus als iemand nog iets weet, tip ons dan en dan kunnen wij kijken of dat we nog groter kunnen groeien en nog meer kids blij kunnen maken. Een fantastische prijs die deze twee dames echt toekomt. Ze hebben er hard voor gewerkt. Ze geven veel persoonlijke aandacht. Dus top gedaan, dames. De prijs wordt uitgereikt onder massale belangstelling tijdens de Swim Cup in Eindhoven.